slechts één manier hoe rap wordt verkracht. Want inmiddels is iedereen verdacht. Het publiek gaat ze niet om de trend. De rappers gaat ze niet om de cent. Platendealers gaat ze niet om de cijfers. Terwijl het draait om de beat creators en schrijvers. Want zij brengen iets, geld zegt ze niets. Geen dikke Mercedes, maar een gejatte fiets. Ik heb het over mannen met hart met diepgang. Niet over broeken pissers met gelddwang. Al die beatkopiërs en woordverbinders. Het zijn als het aan mij ligt, kerk of vinders. Jatten van creatieven zijn het dieven. Die zich zorgen maken over verkooptarieven. Ik zet mijn pen op papier als ik ergernis voel. Een seconde eerder, want dan wordt het niet cool. Geld kan onmogelijk de reden zijn. Want cent helpen niet tegen hart en ziel pijn. Is geld de grootste rap verkrachter? Het is wel langer na niet de enige slachter. Wat dacht je van trendhoppers? Vandaag housers, morgen hiphoppers. Voor mij krijgen alle stromingen alle respect. Maar trendhoppers lijken pas tevreden als alles is genekt. Ze vragen zich af, wat de hel is de trend? Op dit moment, wat is dan de tofste trend? Trendhoppers, ik vraag jullie slechts één ding. Hoe kom je toch zo bang voor vereenzaming? Zelfs in de it ben ik nog hiphop. En dat geeft respect alle dagen non-stop. Door het geld moet het zachter, zodat een tv of een andere doorsnee voor een lul denkt, het publiek gaat zo mee. En zit dan eindeloos trends en dat noemen, terwijl wij al jaren ons eigen ding boemen. Want als ik niet mijn eigen ding mag doen, zijn hier de spikes op de sol van mijn schoen. Help, ik word verkracht door de media, maar al te vaak vinden zij via via betrouwbaar genoeg, maar verhalen uit de kroeg helpen jou nog eens in een zieke boek. Vette disc gaat uit alle stumpers die behoren tot de stumpers die we zojuist hebben genoemd. En als we het ooit mochten maken, wat dat ook mag wezen, dan niet met willen van jullie. Want bedenk, eerlijkheid regeert.